Vandaag gaan we naar Saint-Rémy. En gisteravond hebben we best flinke storm gehad. En gelukkig hebben we alles op tijd opgeruimd. Nou, kijk maar, we hebben de tent afgebroken. Het waait er nog wel heel flink. Er was geen regen bij trouwens. En de temperatuur is nou wel heel erg lekker. Ik denk een graadje of 23, 24 misschien. En de lucht is weer helemaal opgeklaard. Dus we hebben eigenlijk gisteren een binnenzitdag gehad. Nou, en nu hebben we even zin om er weer uit te gaan. Dus we gaan nu lekker even op pad naar Saint-Rémy. En ja, nog eventjes wat inkopen doen. Nou, heerlijk is het buiten. We zetten straks een stoeltje schoon weer buiten. Oh, dat kun je echt in de lucht zien. Het is zo... Het waait nog heel flink. We hebben de boel wel op slot. Oh, papa, je wou mijn sloopje nog naar binnen doen. Dus ik hoop dat het allemaal vast staat. Ik had het bed verschoond. En de kussens naar buiten gedaan. Ja, stom natuurlijk. En dan waait dat ding, die kussens van het rekje. Dus die sloopjes moest ik weer wassen. En die hangen nu weer buiten te drogen. Dus die doe ik strakjes weer op. Dus we gaan nu lekker in op wat. Heb ik zin in. Nou, we nemen even de lege flessen allemaal mee. Die kunnen we zo even... Heb je alles bij je? Alle flessen? Dus we gaan zo even de flessen, mijn oude flessen even meenemen. Afval. Oh, heb je afval emmer dat hij niet wegwaait? Ja, dan hebben we geen emmer zo... dan gaan we zo even op pad. Even op pad richting Saint-Rémy. Het is een leuke plaats, hè, Saint-Rémy? Saint-Rémy, ja. Dus echt een heel gezellige plaats. Moet je zeker even langs gaan als je hier bent. Dus, ik kan niet op de naam komen. Le Beau staat ook op het bord. Dus Château Le Beau is ook heel leuk om te bezoeken. Daar zijn we ook geweest. Echt, daar kun je echt wel een middagje naartoe. Ja. Het is een heel mooi... Leuk dorpje. Ja. Heel leuk. Ja, oh ja, dat was ook zo. Het dorpje was heel leuk. Bovenop kijken op het château. We hebben de olijfolies gekocht. Ja. Ja. Hier komen we langs Glanen. Staat er ook een soort ruïne. Uit de Romeinse tijd. Het is ook heel leuk even te bezoeken. Ja, dat is hier. Je kunt de auto gewoon even neerzetten en dan kun je een paar leuke foto's maken. Ik heb er al heel veel foto's van. Hier hebben we ook eens op de camping gestaan, Mont Plaisir. Ja. Was ook een hele leuke camping. Maar als je een grote caravan hebt, dan is het wat lastig. Met een kleine caravan zijn het prima plekken. Was wel een leuke camping, hè? Op zich. Ja, is leuk. Ja. Maar we nou hebben eens wat groter. Ja. Vind ik ook mooi, het speelt zo. Ja. Maar wel een goede camping. Ja, absoluut. Ja. Heel leuk. Kun je ook wat eten. Kun je brood halen, dat kan hier dan op onze camping niet, maar vinden wij dan weer niet zo belangrijk. En je kunt gewoon, kun je ook lopen naar Saint-Rémy, dus dat is ja, een heel leuk plaatsje hoor. Echt leuk. Dat is ook zo mooi hè, de rotondes hier in Frankrijk. Zulke leuke binnenkomers. Hier ga je rechts ga je naar Mont Plaisir. Nou, dat is vlakbij. Je kunt echt zo lopen naar het dorp. Nou, hier zetten we de auto zo even neer. Goed. Gaan we af.
eerst even een stappenbroodje halen. Brood hebben. Ja. Die zijn hier super lekker. Ja, dat zei ik net al. Oh. Dat is echt super lekker stappenbrood, ja. De Moulin Doré, voor dit is moet pakken. Oh ja. Croissantjes meenemen? Ja, dat moet je nog iets. Ja. Ja, ook al. Wat een grote stok. €1,40? Nee, dat is zeker niet duur. Het is wel iets duurder geworden, maar dan nog is het niet duur. Okay. Mm. Oh, wat laat ik hier even doen. En met dat suiker dan? Toen wel bij dat tankje waar we toen hebben gezeten, dat was wel heel lekker. Hier. Kijk, dan kun je wat overdekt zitten. Nou, dat is misschien wel lekker. Als er nog plek is. Wij hebben hier ook gezeten toen, zeg. Bij hetzelfde plekje. Hier is hetzelfde plekje. Hoe heet het alweer? Jawel, dat weet je wel. Gaan we even een hapje eten? Nee, dat is 2 jaar geleden alweer. Ja, dat is 2 jaar geleden. We gaan nu eerst even wat lekkers eten. We hebben best wel trek. Nou, wat heb jij? Ik heb een dikke stiek. Zo, eens kijken. Die ziet er mooi uit. En ik heb lam. Heerlijk. Met aardappeltjes.
Oh, die ziet er lekker uit. Nou, hoe hebben we gegeten? Nou, super lekker. Laten we even doorlopen. Ja, maar ik wou dit op de achtergrond hebben, namelijk waar we hebben gegeten. Ja, het was heerlijk. Het was erg. Het was geen lunchje, maar het was wel. Ja, het was echt gewoon normaal. Ik moet even mijn bril opdoen. Ja. Ja, het was echt wel. Ja, het was gewoon een volledige maaltijd. Het was niet even een lunch. Het was wel heel uitgebreid eten. Ja. Nee, echt super. Jij had een hele mooie steak. Ja, en ik had iets van lam, stoof. Dat was ook erg lekker. Dus we gaan nu even het stadje weer in. Oh, hier zijn we net uitgekomen, hè? Hier links, aan die kant. Hier gaan we dan even het stadje in. Maar dat valt op. Namelijk. Ja, maar hier viel dat nog wel mee, want zoveel Nederlanders waren hier niet. Ook niet toen we de laatste keer hier waren. Nee. Pak jij even op? Ja. We wilden iets halen voor muggenprikken. Hoe lekker het zonnetje is. Oh, het zonnetje is heerlijk, hè? Echt lekker. Nou, dit is een heerlijk pleintje. Ik vind die balkonnetjes ook zo leuk. Ja? Ja, heel leuk. Heel schattig. Of gaan we hier achter mij in het winkeltje even kijken? Kijk, daar heb je wel die beren die daar boven uithangen. Weet je dat nog? Daar. Zie je hier achter mij, daarboven? Zie je rechts achter mij? Leuk. Stofjes. Ja, leuke placemats. Hotel de Ville. Nou, we gaan hier even de farmacie binnen. En we willen even kijken of we iets vinden voor muggenprikjes, toch? Ja, dit zijn meer kruiden, of niet? Kruidentheetjes of zo, dacht ik. Zo. 17 euro. Ja, maar dat is ook allemaal van die voor de lijn en zo. Hier. Heb je wat? Is dat een soort van En dat is voor prik? Wat heb je gevonden daar? Dit is een stekker, maar dat hoeft niet. Nee, het gaat erom dat we spray op onze armpjes kunnen doen, hè? Nee. Wat staat erop? 5,90. Dat is zo'n tempéré Frans Europe. Oh, oké. Nou, we hebben even wat spulletjes gekocht. Lekker geurtje. En even paracetamol. En spray voor de muggetjes. En crème voor de... En crème voor als je bent gestoken. Ja. En oh, dit ruikt echt wel heel lekker. Heerlijk ruikt hij. Ja. Nou, dat was wel lekker, hè? Oh, wat een krap straatje hier, zeg. Ja. Oh, heb je ook allemaal nog lekkere spulletjes hier achter mij?
toch wel een opknappertje nodig. Mistral, we hebben last van de mistral. Ja. Komt net was het nog harder hoor. De temperatuur is wel lekker. Hè, zo. Vallen van de boom. Weer paardenboom. Ja. Hey. Nou, we gaan weer even op pad. Vandaag gaan we naar Ilsoezwak. En het is al best wel weer warm buiten, ik denk een graad of 25, 26. En de mistral is heftig. En veel wind hebben we nog. Maar goed, we gaan er lekker even op uit. Dus even kijken, ik moet even een tas pakken. De raampjes heb ik allemaal dicht. Fan is uit. Ja, alles goed afgesloten. Tasje mee. Mijn zonnebril heb ik al in de auto. En dan natuurlijk nog even afsluiten. Zo. Sleuteltjes mee. Nou, dan gaan we er lekker even op uit. Daar heb ik er zin in. Dan gaan we weer. Hoe ver is het ongeveer rijden daar naartoe? 40. 40? 40 minuten, denk ik. Oh, nou, zo'n goed toertje. Dat is niet erg, is ook wel eens lekker. Ja? Eventjes eruit. Dan gaan we even de airco al even iets hoger zetten. Er zitten nog steeds mensen hier wel rond te kijken voor een plekje, hè? Ja, er zijn keuzes genoeg in plekjes. Valt best wel mee met de drukte. Ik zal ze er even op zetten, de vrouw. Nog 3 kilometer. Nou, wat waaien zeg. Ongelooflijk. Op de rotonde. Maar donderdag zou het wat minder worden, hè?
We hebben een parkeerplaatsje gevonden. Dat was niet zo moeilijk trouwens. Ook plek genoeg. Het is leuk hier. Die zijn we al eerder geweest. Echt een heel leuk plaatsje. Als je hier in de buurt bent, moet je dit plaatsje echt bezoeken. Het is een heel fotogeniek stadje. Zullen we hier gaan? Ja. Waar? Of niet? Ja. Weet je het nog? Ja. Het watertje is ook zo leuk, hè? Laarsjes gemaakt. Grappig, hè? Honden van regelaarsjes. Schattig. We gaan zo op weg even nog een boodschapje doen. Eigenlijk is vandaag onze laatste dag. We zijn al een beetje aan het opruimen geweest. Door die harde wind hebben we het spul natuurlijk ook al een beetje opgeruimd. Mijn schoentjes staan al klaar. En zoals je ziet, hebben we alleen het kleed hebben we nog liggen. Dat gaan we vanmiddag even schoonmaken. Dan kan het hier nog mooi even droog waaien. En we gaan zo dadelijk nog eventjes langs de Intermarché. Want gisteren hebben we hele lekkere tomatensoep gehad. En dat is tomatensoep met basilicum. En die is zo lekker. Ik zeg tegen hem, daar gaan we echt een paar pakken van halen. Kijk, ik zal het even laten zien. Natuurlijk altijd bier. En dit. En die is zo lekker. Het is,
Ik ben helemaal niet van de pakjes, maar ik moet echt zeggen, het smaakt net als een beetje Italiaanse tomatensoep. Met basilicum, dat is echt heel erg lekker. En wat we ook nog hebben gezien, kijk, dit. Waren we bij de Lidl. Hier, kijk eens. Schattig, hè? Er zitten koekjes in. Even zien, er zit een deksel op. Zie. Het dakje is de deksel. Nou, voor 6 euro. Ik zeg tegen, vind ik zo leuk dit. Kijk, Volkswagen busje. Heel schattig. Valt zo leuk doosje. Ik zeg nou, echt voor in de caravan. Vind ik schattig, hè, vind je niet? Heel leuk. Dus we gaan nu echt een aantal pakken van de soep gaan we halen. En het was niet alleen tomatensoep, ook nog andere smaken. En ja, daar is nog meer voor smaken. Groentesoep, aardappelsoep. Die wil ik ook proberen, want aardappelsoep vind ik ook wel heel erg lekker. En nou, misschien nog wat sapjes halen. En, ja. Dus kijken wat we nog tegenkomen. Misschien, oh ja, en naar de bakker gaan we nog even brood halen. Morgen moeten we weg en we hebben nou ook lekker gesneden brioche gehaald. Nou, dat is prima om onderweg mee te nemen. En ook het casino brood is hier best wel lekker vers. Dus die nemen we dan mee en dan hebben we in ieder geval onderweg hebben we wat. En lekker stuk worst mee en drinken mee. Meestal drinken we toch alleen maar water onderweg. Dus dat gaan we nou even bij de supermarkt halen. En ja, vanmiddag dan opruimen helaas. En morgen vroeg op pad. Maar goed, dat hoor je nog. Het water is echt steenkoud. Het is zo lekker warm, maar ik ga er nou niet in. Nee, ik vind het niet lekker. Ik vind het hartstikke koud. Vandaag is onze vertrekdag. Het is wel vroeg, maar nog kleine oogjes. Het is 7:45. En we gaan nu. We hebben gisteren een schoonmaakdag gehad. Ik doe altijd binnen de wagen schoonmaken en René doet altijd de buitenkant. We willen ook altijd, als we weer weggaan, willen we ook lekker met de schone wagen weg. Lekker weer bed opgemaakt en ja. Moet voor mij ook allemaal weer netjes zijn als we weggaan. Dus we gaan nu de bolen indraaien, de pootjes indraaien. En dan koppelen we hem aan en dan moeten we gaan helaas. Ik heb in het begin langzaam te ontwaken. Zo'n zonnetje achter mij. En dan hoeven we weer verder. Dat is mooi toch zo'n ding, hè? Wat een uitvinding. Dat hadden we niet kunnen drukken, dit. 1800 kilo aan een haak. Zo komisch, hè? Vind ik dat. Dat je bij de auto zo'n klein knokkeltje. Zo'n trekhaakje wat er aan zit. Ja, daar dan zo'n gewicht aan hangt, komisch blijf ik dat vinden. Het is wel heel precies, hè, die mover. Ja. Nou, ik loop vast naar voren. Ik maak altijd even een eindfilmpje. Nou, hier komen we zo bij het zwembad aan.
echt een leuk zwembad dit. Ik zal het even van deze kant laten zien. Het is een heel fijn bad. Gisteren was het water waarschijnlijk vervest. Steenkoud van 30 graden naar 20 graden. Dus het was wel heel koud. Nou, dan wacht ik er even op. De receptie. Nou, volgend jaar gaan we hier weer staan. Dit is echt zo'n super fijne camping. Meestal gaan we hier 10 dagen staan. We gaan 3 weken weg. Dan gaan we daarvoor en gaan we een rondtour doen, steden bezoeken, net als wat we dit keer hebben gedaan, Albi, Carcassonne. En dan komen we hier altijd weer de laatste 10 dagen, gaan we hier lekker verblijven. Oh, kijk, daar komt hij aan. Nou, ik zeg net al, het is vrijdag, dus het kan best wel druk zijn op de weg. 1 kilometer. Oh, sorry. Ach ja, het is donderdag. Oh, dan zal het misschien wel meevallen. We gaan. Hoe laat is het? Het is 7 minuten voor 8:30. 22 graden. Nou, dan zijn we op tijd, want we wilden om 8:30 vertrekken, dus dat is allemaal gelukt. En we gaan via San Remy. En via daar kun je de... Ja, dan gaan we de route Soleil op, A7, richting Lyon. Ik zet het wel eventjes, maar we proberen naar boven, ergens bij Langres, Banesse, dat kan. Uit de Montreux is de camping, hè? Ja, op de camping kan je ook lekker eten. Dus dat is voor mij wel heel makkelijk. Dus we gaan op weg. Ja.